ik het echt gewoon zeker weet dat ik het goed versta, dan kan ik er ook iets over zeggen. Nu twijfel ik een beetje. Ja, drippel. Hoi! Hey, geen doei! Ik hield me vast dit keer. Je was voorbereid. Yes. Weet jij naar mijn blijfje dat ik heel veel gedaan heb? Oh god. Ik ging gisteren het even mee bij die afval. Die hele boven van een gatenwachtje. Denk je dat je dan stabiel zit? Of denk je dat je dan een soort van heen en weer snijdt bij iedere keer dat jij optrekt of vraagt? Als iemand die niet normaal in de DS kan zitten zonder letterlijk die in de stad. Ja. En dan heb je iemand achter de deur die dan ineens een oorretje kweekt. En ik wacht even, als ik die even heel hard optrek, dan ga je heel hard in. Hè? Bij de hobbel optrekken. Ja, vooral dat. Dus ik heb het wel even doof geschreeuwd. Jammer genoeg liep de camera niet helemaal mee. Nee. Ja, heel vervelend. Heb je die auto gezien in je spiegel? Ja. Zullen we die hier even de ruimte geven zometeen? Ja, hartstikke. Geef jij hem eerst maar dan. Ja. Heel, is hier overduidelijk bekend. Zo dan. Yo! Kan hij jouw arm zien? Zit mijn been daar niet voor? Nee, ik zag niet de arm net ook. Nee, ik keek er niet naar. Oh ja, nee. Ik was op dat ding. Ah, sowieso. Jezus, Mina, ik zou even je neus dicht houden. Godzakken. Fucking hell. Je kan het sowieso zien vrij aan de bewegingen die een voertuig maakt op de weg, wat hij een beetje wil gaan doen. En waarschijnlijk heeft mama ook richting aangegeven, vermoed ik. Nee. Nou, dat had ik zelf wel gedaan. En aan de hand daarvan kun je ook blijf rollen. 3 seconden. 2. Ja, dat zijn geen seconden. Kut. Ik haal het net niet. Turned upside down. Wow. Vroom. Meow. Aha. Wow. Oh. Hi. Hi. What is your name? What? Vroom. Er staat even een hele grote roofvogel op het gras. We gaan over 200 meter rechtsaf, hè? Ja. Nee. Ik weet niet of je deze leuk gaat vinden, Els. Hou even afstand, El. Buiten blijven, buiten. En gas erop houden. Ja, nou, die eerste test geslaagd. Wat zeg je net? Ik heb het soort van mee te duwen, maar ik weet niet of het niet op. Ik heb er niet van gewerkt, dus goed. Oh, shit. Oké. Nee, is goed. Oké. Op dat soort momenten, Frey, dan ben je zo druk aan het sturen, dan merk je dat amper. Ja. Dit was voor mij ook heel even spannend, hoor. Dat je dat hebt. Ah ja. Hoor je zelf van het? Jawel, ik heb Ties voor het eerst achterop in zulke bochten. Hè. Ik heb Ties al wel langer achterop, maar dit is voor het eerst dat ik een dergelijke bocht met hem omga. Dus. Ties, ik heb hem hard op je bocht. Okay. Nou, dit en dan de spluugenpas en de Stelvio. Nou, we zijn Stelvio bochten, dit zijn bochten. Of dan haak ik af. Nou ja, daar zitten dit soort bochten tussen, ja. Zo, stinkt die trekker. Gaat ver.
Hey, oud is ze? Nee. We gaan voor de kerk naar rechts. Oh, kijk, dit is juist, dat ook leeg. Woep. Hoe is het met je hart? Ja, dat hart ook wel gehad. Je rijdt met een dode zombie. Ja. Hoe is het met jouw hart? Ja, die van mij gaat prima. Ik ben aan het genieten. Mooi. Mooi, de brand zijn. Maar de Bluetooth is duidelijk verbeterd. Zo, echt wel. Nou, lag het dus aan mijn setje. Ja, blijkbaar. Kijk eens rechts achter je. Ja, precies. Nee, we gaan omhoog. Oh, het wordt gelijk koeler. Heerlijk. Nee, dit is geen haarspeld. Oh, kijk maar op je tomtom. Ja, ik zie het. Hou op. Oh, hier rechts, hé. Wauw. Mocht je hem niet zien, er zit een wielrenner net voor mij. De weg is vrij, de weg is vrij, de weg is vrij. Ja, ik zie het. Jongens, als jullie willen helpen, is nu nog niet zo hard nodig, want je zit toch niet. Maar, zeg maar, als er een weg is, dan kijken we naar de weg. Nog vrij. Nou, dat is een bijna bejaard in motor. Haha, zo heb ik gehoord. Komt er zo meteen in een rechts gewoon. Indeed. Ik zie geen auto. Dat is fijn. Hij is vrij. Maar die ging niks toch? Dat kan ik niet zien, hè? Nee, ik ga dat niet. Oh. Oh ja. Goed, maar ik ken niet. Kast te ver weg. Ja, toch. Auberge. Avend, recht. Avend, dat is de kop. Ja, dit. Oh. Ja, dit, hè? Ja, nee, nog maar niet. Nee, man. Dit is bijna. Fietsen. Wel, we hebben een fiets. Lekker toch? Doe me denken aan mijn autobiken. Ik zie heel veel fietsen.
toch misschien wel hetzelfde. Ja, dat is letterlijk wat ik bedoel ook. Ja, wat gemaakt bij de Eifel, ja toch? Maar was niet in de Eifel, geloof ik. Ah nee, maar toch. Let op de linkerbocht, let op de linkerbocht. Heuvels. Duitsland. Oh, wat? Wat gaan we doen hier? Ik was even op mama aan het wachten. Linkerbocht, dus ik zag een kruisweg en ik was niks op het toilet. Hier ligt zo uit de weg, dat is fijn. Ja, daarom zei ik het ook. Dat is. Auto. Wat zeg je? Dat het geen leuke pommetjes zijn. Er zitten harde stukken in. Ja, klopt. Gewoon rijden en niet in het ziekenhuis. Er komt zo meteen de maai. Een waarschuwing voor een maaier. Een bosmaaier. Ik denk dat hij net om de hoek van die linkerbocht zit waar ik nu zit, want ik zie hier allemaal stof hier. Ja. Oké, het zonder bril op. Let op, ik sta bijna stil aan de achtere bocht. Wow. Wow, het is heel smal. Zo. Dat kunnen we gewoon, Freek. Damn. Netjes gedaan, netjes gedaan. Nou, het is vrij, dat is niet handig. Wat? Ik denk dat heeft die motor ineens een vrije speling. Maar ik had geschakeld van de 1 naar de, normaal gesproken naar de 2, alleen zit de neutraal zit ertussen. Dus, ja. Aha, dat kijk uit, kinderen. Nou, er komt iets heel naars aan de recht hier. Kinderen. Valt mij heel, dat is een lange. Vrij, ja, hij is vrij. Nog steeds vrij. Auto. Echt niet. Wat is het? Ik zit ook eens één hoor, dus Oh, wat leuk.
En hoe is dit, helder om het in je eentje te doen? Of is het om het zelf te doen? Ja, ik ben hier. Ik heb nog een oude trip van mij, maar ik vind. Daar gaat het niet om, het gaat erom dat je geniet. Ja, zeker. Het vrouw groeit met de minuten, dat is echt lekker. Die bocht die je net hebt gepakt. Oh. Bravo, hè? Ja, die was. Ja. Ja, precies. Kijken waar je heen wil, gas erop. Goldwing kun je ook rijden. Yep. Fietser als tegenligger. Yep. Auto als tegenligger. Yep. Okay. Oh, remmen, remmen, remmen. Ja. Bocht is vrij, 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 vrij. Kom maar door, vrij, vrij. Koeien. Oh, deze is ook leuk. Oh, geweldig. Hij is vrij. Hij is What vrij. Do you want? When do we want it? Weed. You already said that. What do we want? Weed. Oh. What do we want? Weed. Zei jij nou nee? Ja. Oh. Serieus? Wat? Nee, onderhondje. ik ben toch een beetje even. It was only to tease you. Ik vind al die bloemetjes dat ik rustig ben zo schokken. Yep. Dank u. Als je daarboven kijkt, op die berg, staat het. Oh ja, daarboven op die berg. Er staat één kerktoren. Waar dan? Want wij rijden er nu rechtop af. Als je de bergtop bekijkt, rechtvooruit, dan zie je aan de rechterkant het toppunt. Ja, gezien, gespot. Zie je hem waar het is? Recht voor ons? Daar zit een huis op de berg. Ja, we denken een kerk. Er wordt gedacht aan een kerk. Ja, dat is wat ik bedoel. Kijk, na deze bocht die auto anders even voorbij laten. Ja. Ja, laat maar komen. Hop, hop. Kom. Drempel. Als je
Oh, dat is politie. Of niet? Politie op een golfpijp? Nee, dat is inderdaad wel apart. Maar het kleurstelling schakelt een dingetje dat we dan een Belgische agent denken, inderdaad. Ja. Nee, we zijn te bang. Hoi. Wie wie? Baguette fromage. Oh, zo lekker. Wat vonden jullie nou lekker? Ja, baguette. Dank je. Baguette fromage. Drempel. Nee. Ja. Wow. Waarom zijn we hier zo in? Nou ja, om het echt te willen dat je hard rijdt. Stop, 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 stop. Wacht maar even. Kom maar achter deze weg maar wel. Kan tegen de deur aan, hè? Ja. Nee, ik slaap de deur. Ja. Maar dat is ook gewoon zo'n zijdingetje, zeg maar. Als in, mensen hebben niet, zitten er niet op te focussen, maar er zit toch niet iedereen in. Ik kan niet het ding doen waarmee je armen draait, maar... Ik kan het niet, want... Ah! Nou, het is gewoon goed, zolang er niet een hard ding aan zit als je arm buigt. Ja, oké, maar zou je golfjes hebben bijvoorbeeld een pleister op je? Dat zou het niet beter maken. Het is ook niet de wonden zelf. Het is wat jullie al eerder zagen. Er zit een blauwe plek op mijn elleboog, zeg maar. En als er iets hards tegenaan drukt, dan is dat niet zo fijn, zeg maar. Nee. Benzinepomp, althans, benzinepomp is 375 km. Nou ja, de eerste volgende pomp die we tegenkomen gaan we gaan tanken. Ik wil ook even tanken. Roadwork. Daar zitten we allebei vol.